Hoofdstuk 73, De Omhulde. O gij omwikkelde profeet. Sta op om te bidden, en ga daarmede voort gedurende den nacht, behalve een klein gedeelte. Dat is te zeggen, gedurende de helft daarvan, of verkort dit een weinig. Of voeg er iets bij, en herhaal den Koran met ene duidelijke en welluidende stem. Want wij zullen u een zeer gewichtig woord openbaren. Waarlijk, het begin des nachts heeft meer kracht voor het standvastige gebed en geeft meer gemak om ons uit te drukken. Want desdaags hebt gij vele bezigheden. En herdenk de naam van uw Heer en geef u geheel aan hem over, terwijl gij van de wereldse ijdelheden afstand doet. Hij is de Heer van het oosten en het westen. Er is geen God buiten hem. Neem hem dus tot uw beschermer. Draag den schimp geduldig, dien de ongelovigen u toevoegen, en vertrek van hen op een voegzame wijze. En laat mij alleen met hen, die den Koran van valsheid beschuldigen, die de genoegens van dit leven genieten. Verleen hun een weinig uitstel. Waarlijk, wij hebben voor hen zware ketenen, en een brandend vuur. En voedsel dat hen zal doen verstikken, die het opzwelgen, en ene pijnlijke marteling. Op een zekere dag zal de aarde geschud worden en de bergen mede, en de bergen zullen tot een zandhoop worden, die voortgedreven wordt. Waarlijk, wij hebben u een profeet gezonden, om getuigenis tegen u af te leggen, zoals wij een gezant aan Farao zonden. Maar Farao was ongehoorzaam aan den gezant, daarom kastijden wij hem met ene zware straf. Indien gij niet gelooft, hoe wilt gij u dan beveiligen voor den dag waarop de kinderen grijze haren van den schrik zullen krijgen? De hemel zal van schrik gespleten worden, de belofte daarvan zal zekerlijk worden vervuld. Waarlijk, dit is ene vermaning, en hij die geneigd is vermaand te worden, zal den weg tot zijn Heer nemen. Uw Heer, o Mahomet, weet dat gij in gebed en overpeinzing dikwijls bijna 2/3 gedeelte van een nacht, en somtijds de helft daarvan doorbrengt, en op andere tijden weder 1/3 gedeelte daarvan, en een deel uwer makkers die met u zijn, doen hetzelfde. Maar God weet den dag en den nacht, hij weet, dat gij die niet nauwkeurig kunt berekenen, daarom wendt hij zich gunstig tot u, lees dus zoveel van den Koran als u gemakkelijk zal wezen. Hij weet dat er zieken onder u zijn, terwijl anderen op de aarde reizen, opdat zij door Gods goedheid, zich bezittingen zouden verwerven, en dat anderen strijden ter verdediging van Gods geloof. Lees dus zoveel daarvan, als u niet moeilijk zal wezen. Neem de vaste tijden van het gebed in acht, geef de behoorlijke aalmoezen, en leen God ene aannemelijke lening, want al hetgeen gij goden, in goede werken, voor uw zielen zendt, zult gij bij God terugvinden. Dit is beter, en zal ene grotere beloning verdienen. En vraag God vergiffenis, want God is vergevensgezind en barmhartig.